Hoi, in deze video ga ik Mexicaanse fastfood eten. Ik ga het halen bij een restaurant genaamd Taco Bell. En Taco Bell is dus een keten waar je Mexicaans eten kunt halen, gewoon door de drive-thru. Ja, ze noemen het wel Mexicaans eten, maar het is niet heel officieel echt Mexicaans eten. Het is een beetje ver-Amerikaniseerd. Het is heel erg populair onder de studenten, omdat het heel erg goedkoop is. En mijn moeder is ook heel erg verslaafd aan Taco Bell. Iedere keer als ze naar Amerika komt, kan ze niet stoppen met praten over dat ze Taco Bell mist. Dus, ik ga Taco Bell halen. Nou, ik ben net terug van Taco Bell. Dit is allemaal wat ik heb gekocht. Het is ietsje meer dan wat ik normaal zou eten. Maar ik heb ook best wel honger. En tegelijkertijd wilde ik gewoon wat meer kopen. Zodat ik meer dingen aan jullie kon laten zien. Want het is gewoon hartstikke leuk om dit met jullie te delen. Ik heb er heel erg veel zin in. Zoals ik al zei, ik heb best wel honger. Dus laten we beginnen. Het eerste wat ik ga laten zien is een Dorito Locos Taco. En het is eigenlijk gewoon een taco, maar dan van Doritos gemaakt. Dus je kent wel de Dorito chips. Dus daar is de taco van. Ten eerste heb ik dit echt nog nooit geprobeerd. Ik heb nog nooit gegeten, maar Taco Bell staat er best wel bekend om. En ten tweede heb ik dit nog nooit gegeten en ik ben heel erg benieuwd. En dit zijn de sauzen. Ik heb van alle sauzen één genomen. Dus we hebben hier vier verschillende sauzen van minst heet naar het heetst en een groene aparte saus. Ik weet niet wat dat voor saus is eigenlijk. Dus die ga ik ook maar proberen. Of ik ga ze in ieder geval laten zien. De rest laat ik zo meteen zien. Dus laten we eerst even de Dorito taco uitpakken. Dus ik maak hem open. Hij komt in een... Oh, wat ziet hij er rood uit. Hij komt in een hele mooie verpakking. Tenminste, vind ik dan. Er zijn vier verschillende Doritos. Nacho cheese, fiery en cool ranch. Ik heb voor fiery gekozen trouwens. Dus de hete, pittige burrito. Zelf vind ik de mild sauce het lekkerst. Omdat ik niet zo heel erg veel van pittig hou. En ik vind deze smaak het lekkerst. Dus deze leg ik maar aan de kant. Maar ik wil wel even zeggen dat er op de sausjes hele leuke dingetjes staan. Dus hier op de mild staat er cheers. Dus dat betekent gewoon proost. Op hot staat er do it with passion or not at all. Doe het met passie of helemaal niet. Hier staat er say yes. En nou, dat betekent zeg ja. En op de fire staat er the best things in life are spicy. De beste dingen in het leven zijn pittig. Nou, omdat ik de spicy taco heb, neem ik ook maar meteen de pittigste saus erbij. Ik maak het gewoon helemaal pittig voor mezelf. Zoals ik net al heb gezegd, ik ben niet zo heel erg dol op pittig, maar goed. Wel een beetje vind ik wel lekker, maar niet te veel. Oh, dit gaat heel erg lastig. Ik ga eerst deze openmaken. Oké, dat gaat niet. Proef nog niks. Komt ie dan. Oké. Pittig sausje. Lekker veel. Ik ben zo benieuwd naar hoe dit smaakt. Het ruikt best wel lekker, niet heel erg sterk. Dus zoals je kunt zien is dit de Dorito chip. Het is een hele grote chip. En dat wordt dus de taco. Dus, ik ben zo benieuwd. Het lijkt me ontzettend lekker, maar aan de andere kant ook wel een beetje raar. Komt die dan? Pittig. Heel pittig. Heet. Oké. Dat is best wel pittig. Volgens mij is de chip ook best wel pittig. Oh, het is wakker. Ja, een beetje. Dat is vooral die saus. Ik neem de groene verde saus. Deze heb ik zelf wel een keertje geprobeerd. Toen vond ik hem niet zo heel erg lekker. Dus ik ga het nog een keer proberen. Het ziet er in ieder geval heel erg ranzig uit. Groen. Ik doe lekker veel, zodat ik het kan proeven. Maar daar gaan we dan. Oh. Pas helemaal. Het valt helemaal uit elkaar. Nou, wat er op deze taco zit. Er zit bovenop kaas. Nou, dat is er nu allemaal afgevallen. Maar er zit kaas op. En daaronder zit sla. Heel erg lekker, maar niet zo heel erg bijzonder. En daaronder zitten bonen. Normaal zit er eigenlijk gehakt in. Maar ik ben vegetariër, dus ik eet geen vlees natuurlijk. Dus ik heb het gewoon vervangen door bonen. Dat is heel erg makkelijk om te doen. En daaromheen zit natuurlijk de Dorito taco. Dat is een aparte ding. Best wel lekker. Het volgende wat ik heb is een Mexican pizza. En als je dat naar Nederlands vertaalt,
heet dat een Mexicaanse pizza. Dus ik ga hem eruit halen. Het is een heel apart ding. Ik wil niet dat het eruit valt. Maar zo ziet het eruit. Een Mexicaanse pizza. Ik weet niet hoe officieel dit is, want dit is wel gewoon fastfood van Taco Bell. Maar wat dit dus is, is gewoon een platte taco met bonen ertussen. Volgens mij normaal moet je bonen en gehakt ertussen, maar ik eet geen vlees. En daarbovenop een tomatensaus met kaas en stukjes tomaat. Heel erg lekker, maar ik vind het net iets te saai. Dus wat ik erbij doe, zijn deze jalapeno peppers. Jalapeno peppers eigenlijk gewoon. Het zijn best wel hete pepers, beetje pittig. Maar ik vind het gewoon zo ontzettend lekker smaken, dus dat ik het pittige een beetje over het hoofd zie. Maar ik voeg niet al te veel toe. Voor degene die niet weten wat een spork is, het is een spoon en een fork in één. Dus een lepel en een fork in één. Ik vind het zelf een geniale uitvinding. En nogmaals, ik weet niet hoe officieel dit is, of dit echt een Mexicaanse pizza is, of het gewoon een product van Taco Bell is die zij hebben uitgevonden. En ze noemen het toevallig een Mexicaanse pizza. Maar hier zijn de jalapeno pepers. Ik kies een paar pepers uit die niet zo veel van de binnenkant en de zaadjes hebben. Want die zijn minder pittig. Deze haal ik eruit. Het ruikt echt heerlijk. Ik weet niet hoeveel van jullie jalapeno pepers kennen of ooit hebben gegeten. Maar ik vind het zelf ontzettend lekker. Het is te heet. Ik gebruik gewoon mijn handen. Sorry hoor, ik eet het toch zelf op. Nou, en dan ga ik het maar proberen. Dit koop ik normaal niet heel erg vaak. Ik koop meestal gewoon een burrito met rijst en zo erin. Een beetje saai om te laten zien. Dus dit vind ik wat specialer om te laten zien. Maar ik vind het zelf ook wel heel erg lekker. Dus, nogmaals, ik ga het je even laten zien. Het ziet er echt heel erg vies uit eigenlijk. Daar gaan we dan. Dit is zo lekker. Ik vind het lekker als de jalapeno niet al te pittig is. Want nogmaals, ik hou het gewoon niet zo heel erg van pittigheid. En deze was niet zo heel erg pittig. Nou, de nasmaak een beetje, maar best wel lekker. De smaak is gewoon zo lekker. Ik neem nog een hapje. Deze kan je wat beter. Oh, tomaatje er ook maar op. Anders vind ik het ook zo zielig. Lekker! Ik heb nu net even de pizza opgegeten. En die jalapeno's zijn best wel heet. Dus mijn tong doet nu een beetje pijn. Nu heb ik toetjes. Twee verschillende soorten toetjes. Ik weet niet of je dat echt een toetje mag noemen. Het eerste wat ik ga laten zien is een Cinnabon. Nou, in zo'n zakje krijg je 4 Cinnabons. En ik weet niet hoe ze in het Nederlands heten, maar zo zien ze eruit. En het zijn gewoon deegballetjes met suiker en kaneel eromheen. Ik hou zelf heel erg veel van kaneel. En als je erin bijt, dan zit er een crème-achtig iets in. Niet crème, hoe heet het? Iets romigs in. Crème. Ik zit aan Engelse woord te denken. Ik ga er maar even in bijten. En kijken of ik het zonder te knoeien de binnenkant kan laten zien. Dat gaat een beetje lastig. Oké. Dit is echt niet de meest charmante food video. Maar de binnenkant. Je kunt dus zien dat de... God, mijn neus. De binnenkant kun je dus zien dat er gewoon room in zit. Maar het ziet er gewoon heel erg ranzig uit. Dus... ja, dat je het even weet dat er room in zit. Het is heel erg lekker. Het volgende toetje zijn cinnamon rolls. Dus kaneelrolletjes. Of zo. Kaneels twists. Cinnamon twists. Zo heten ze. Cinnamon twists. ja, dit is kaneelspiraaltjes. Nu kom ik eindelijk op het Nederlandse woord. Wat het is gepofte... mais. Volgens mij niet gepofte rijst, maar gepofte mais. En daarop zit een beetje suiker en kaneel. Het is niet heel erg bijzonder concept, maar wel heel erg lekker. En het komt in zo'n groot zakje. Dus ik ga hem proberen natuurlijk.
Dit is heel erg lekker. Ik vind deze lekkerder omdat die minder zoet zijn. En het is heel erg luchtig. En zoals je kunt merken ook best wel knapperig. Vliegt overal naartoe. Oké, het is nu echt tijd om af te koelen met dit drankje. Dit is een freeze. En het is eigenlijk gewoon een slushy. En deze is nieuw. Het is een rainbow freeze. En wat erin zit is hele zoete aardbei. Nou, ik denk citroen en nog iets. Ik heb geen idee. Ik heb dit nog nooit op. Het is nieuw. Volgens mij is het vandaag uitgekomen. Ik zag het op een Snapchat. Dus ik dacht, ik bestel het en ik laat het gewoon zien in de video. En wat heb ik dorst. Oké, hier gaan we dan. Het is een beetje zuurig. Het is ook een beetje gesmolten. Het ziet er niet zo heel erg vrolijk meer uit. Het ziet er ook zeker niet uit als een regenboog. Dus ik ben een beetje stom dat ze het een regenboog freeze noemen. Maar ik proef de citroen heel erg. Hoewel dat hier bovenop zit. Hoe kan dat nou? Oh, ik dacht even dat ik een brain freeze zou krijgen. Het is best wel lekker. Ja. Ik zou denk ik niet het hele ding opdrinken. Het is mij net iets te zoet. Ik hou sowieso niet zo heel erg veel van suikerdrankjes. Maar het helpt wel zeker met al dat pittigheid in mijn mond. En het zout en dat soort dingen. Dus om het gewoon even weg te spoelen. Dus echt heel erg lekker. Ik heb heerlijk gegeten. Tussen de shots door heb ik gewoon alles opgegeten. Dus niks gaat gewoon zomaar de prullenbak in natuurlijk. Het was voor mij heel erg apart om lunch, diner op camera te eten. Ik hoop dat je het leuk vond. De vraag van vandaag is, als jij je eigen taco mocht samenstellen, wat zou jij dan op je taco zetten? Ik zou er sowieso olijven en augurken op zetten en dan gewoon ergens om een hoekje wachten en kijken wat voor gezichten mensen zullen trekken als ze die taco bestellen. Nou, laat me het antwoord weten in de reacties onder deze video. En zoals altijd, vergeet natuurlijk ook niet een duimpje omhoog te doen. Dan zie ik je in de volgende video. Doeg!